Er is een tijd geweest dat regerende vorsten bij hun intocht in Amsterdam, een officiële intrede, de sleutels van de stad kregen aangeboden. Ceremoniële sleutels. Die zien we hier. Ze pasten nergens op. Maar het was echt een gebaar. Dus ze zijn in het begin van de 19e eeuw in opdracht van het stadsbestuur gemaakt door Diederik Lodewijk Bennewitz. Dat was een van de meest toonaangevende zilversmeden in Amsterdam in die tijd. De vroegste set is uit 1806. Want toen hebben we een koning gekregen, een verse Franse koning, Lodewijk Napoleon. In 1808 heeft hij zijn officiële entree in de stad gemaakt. Napoleon zit op zijn witte schimmel aan de toenmalige stadsgrens van de stad, bij de Oeterwalerweg. Heel in de verte kun je nog de Muiderpoort zien. En daar werd hij opgewacht door een soort heel deftig gezelschap. De burgemeester, vroedschapsleden. En hier zie je ook dat de burgemeester het kussen met de sleutels aanbiedt aan Napoleon. Nee. Ik denk dat zijn hand een heel klassiek gebaar is van ik accepteer het. En vervolgens trok hij zijn hand weer terug. En het kussen met de sleutels ging weer mee met de burgemeester. En 4 jaar later wordt diezelfde Lodewijk Napoleon door zijn machtige broer van de troon gestoten, zou je kunnen zeggen, en verdreven uit Amsterdam, uit Nederland. Ja, en zijn broer is nu Napoleon, hè? Ja, dat is de keizer. De Corsicaanse despoot, zoals hij later werd genoemd. En dan wordt Nederland ook ingelijfd bij het Franse keizerrijk. Want onder Lodewijk Napoleon was het het Koninkrijk Holland. En dan krijgt Napoleon, de keizer Napoleon, ook weer opnieuw een set van 2 sleutels. Wat zien wij hier bij dit tafereel? Dan zien we de intocht van Napoleon op de Dam in 1811. Keizer Napoleon is er dan op zijn witte schimmel. De Franse vlag die wappert op de koepel en op een paar andere panden. Maar heel erg van harte ging dat niet, dat juichen voor de Franse keizer. En wanneer is het gebruik opgehouden dat de hoogste baas sleutels kreeg? Weet je, dit soort dingen houden nooit op. Als er iemand opstaat die zegt van hé, dat was een goed idee. Dat deden de Romeinen al. En in Amsterdam hebben ze dat ook gedaan toen Napoleon binnenkwam. Ja. En soms komt alles gewoon eens weer terug, al die oude gebruiken. Je kan erop wachten, denk ik, dat het weer een keer zal gebeuren.